Ferry, je bent verhalenmaker, tekenaar. Wat doe je het liefst? Het liefste combinatie, maar echt striptekenen vind ik wel het leukste, ja. Omroep Dommelland Nieuwsflits. Een kleine 2 jaar geleden ben ik begonnen met Joepie. En na een tijdje was het zoiets van, ja, Joepie was toch niet helemaal wat Dekker zelf van wilde. Wie is Joepie? Joepie was mijn stripfiguurtje. En ja, goed, dat verhaal dat begon op een gegeven moment ook een beetje dood te bloeien. En ik had daar niet echt een richtlijn in. En toen was het eigenlijk meer het idee van, goh, een figuur daar eigenlijk ook in Bokstel rondloopt. En hier ook woont in Bokstel. En nou ja, Fred Dommelaar. Nou, en daar ben ik langzamerhand mee begonnen, omdat in eerste instantie was het nog een beetje zoeken. En nu beleeft hij zijn avonturen bij Stapelen en in de omgeving daar. Dus het, ja, een deel van Bokstel is wel zichtbaar daarin. En ja, probeert iedere week wel een cliffhanger erin te maken, zodat het wel een spannend verhaal blijft of grappig. Ja, en het staat in de Meierij? Het staat in de Meierij. Hoe ben je ertoe gekomen om te gaan tekenen? Dat deed ik als klein kind al. En een x aantal jaren geleden werd mijn vrouw ernstig ziek. Nou ja, goed, dan loop je met de ellende mee. En op een gegeven moment had ik toen zoiets van, ik moet iets zoeken om die spanning kwijt te raken. En toen ben ik eigenlijk in eerste instantie, dacht ik van, ik ga wat tekenen of zo. Maar ja, goed, dat gaf allemaal troep en zo. Ik denk van, weet je wat, ik ga wat schrijven. En toen kwam er al vrij vlug een boekje dat ik geschreven had. Hoe heet dat? Het Vissenmeer. En ik heb het hier toevallig bij de hand. Dus ja. Uitgebracht via Boekscout. Ja. En ja, goed, ik had het opgestuurd en de dag erop zei ze van, goh, daar willen we wel iets mee. En toen was het zoiets van, nou, we willen er iets mee. Wie? Ja, Boekscout zelf. En een boekscout, het woord zegt het al, die scouten gewoon schrijvers? En ja, het is eigenlijk, ja, het is midden tussen een uitgeverij en veel beginners, die kunnen daar wel aan de slag. En ja, het is een goed begin om daar mee iets te komen. Nou, daar staat hij, dat is Fred. Ja, dat is Fred. Maar Fred is nog zwart-wit. Ja, hij moet inderdaad nog ingekleurd worden en dat doe ik eigenlijk altijd digitaal. Dus ga je hem eerst scannen en dan? Dan scan ik hem in zwart-wit. En dan plaats ik de kaders eromheen, ballonnetjes erin, tekst erin en dan kleur ik hem digitaal in. En dan komt er uiteindelijk een strip uit, zoals hij in de krant verschijnt. Nou is Nederland niet het ideale stripland, toch? Nee, er zijn wel wat beurzen waar dat leuk is. En, maar België is natuurlijk ja, anders. Er is een land... Wat... Kuifje. Kuifje. Nero. Nero, inderdaad. Ik heb daar voor Nero heb ik ook aan het hommagealbum meegewerkt. Ja, het hulboek van Mark Sleen, die 100 jaar geleden geboren is. En Nero is een stripfiguur die 75 jaar geleden ontstaan is. Een soort hommage... Dit is een huldeboek, specifiek daarvoor. Maar jij hebt gevraagd? En nou, ik heb meer mezelf aangeboden. Je bent ervoor gevraagd? Ik ben ervoor gevraagd. En ja, toen kwam deze tekening dus uit mijn pen. Okay. Mark Sleen die zelf zijn eigen stripfiguren maakt. En daar er eentje boven hangt. Dus eigenlijk een tafereel waar daar eigenlijk de verschillende reeksen die Mark Sleen heeft gemaakt in verwerkt zijn. Dat is wel mooi als je te horen krijgt van, ja, jouw tekening komt erin. Ja, superleuk. Toch? Ik was mega trots. Ik ben nog steeds trots en het is ook nog eens een hardcover, dus het is echt een prachtig boek. Er staan ook heel hoop bekende tekenaars tussen. Ja. Dus ja, daar kunnen we inderdaad met recht trots op zijn. En wat zou je graag nog willen in de toekomst? Heb je nog... Ja. Voilà, dat zou ik graag willen. Ik zou sowieso mijn echte stripreeks hebben. Dus echt als stripboekenreeks. En dus inderdaad een echt serieus stripboek. En meerdere stripboeken. En dus inderdaad daar wat succes mee hebben. En het liefst ook nog in een weekblad verschijnen bijvoorbeeld. Of in ieder geval in een groot stripblad. Graag in België. Frankrijk zou nog leuker zijn, want dan heb je een uitgebreid taalgebied. Le bande dessinée. Le bande dessinée, ja. Ui. En daar noemen ze het inderdaad ook de negende kunst. Want het is wel degelijk, je maakt verschillende tekeningen. En meestal is een stripboek van bij wijze van spreken 30 pagina's. Maak ik toch een 300 tekeningen voor. Dus het is niet zomaar even waar. Eén vertelt ook nog een verhaal. Ja, want in Nederland is een stripboek, ja, dat is eigenlijk geen boek. Een beetje een boek met plaatjes. Of
Zo wordt het inderdaad vaak gezien, ja. Terwijl in België, Frankrijk, is het, ja, wat jij al zei. Hoe verder dat je zuidwaarts komt, hoe meer dat ze daar... Daar zie je dus ook mensen gewoon in de bus met een stripboek zitten. En hier is het zoiets van, ja, maar ja. Dat is... Niet... Guilty pleasure hier. Ja, klopt. Nou, leuk. Nou, ik wens je nog heel veel succes en dat jouw dromen uit mogen komen. Ja, dankjewel.